Vrijdagmiddag kwam toen eigenlijk het telefoontje van de chirurg. Mevrouw, het is schildklierkanker, papillair carcinoom. En over 3 dagen wordt u weer geopereerd. Nou, na dat nieuws heb ik eigenlijk een uur lang voor me uit zitten staren. Van wat heb ik nu precies gehoord? En ja, toen ben ik mensen gaan inlichten. Op een gegeven moment begon die knobbel tegen mijn luchtpijp te drukken, waardoor ik af en toe wel benauwd werd en dat vond ik gewoon vervelend. Dus toen zei ik tegen die arts, ik zeg nou weet je, ik ben er toch een beetje klaar mee, ik wil dat het ding eruit gaat, want ik heb er gewoon last van. Zo werd de linkerhelft van mijn schildklier als eerste verwijderd. En ondertussen ben ik op controle geweest, niks aan de hand, de PA-uitslag was er nog niet, maar daar verwachtte die ook niks van. Toen was ik op vakantie en toen werd ik gebeld, 1 dag voor mijn zoons verjaardag. Ja, dat de uitslag eigenlijk niet goed was. En er zat toch een vorm in van schildklierkanker. Zowel een papillaire vorm als een folliculaire vorm. En nou ja, dat kwam wel even aan. Want ik was op dat moment alleen op de camping. En toen dacht ik wel van, oh jee, wat nu? Hoe lang heb ik nog? Wat gaat er gebeuren? Toen heb ik nog wel de arts een mailtje gestuurd. En die belde de volgende dag eigenlijk heel snel terug. Ondanks dat hij zelf inmiddels ook vakantie had. Nou ja, dat ik er in ieder geval heel oud mee kon worden. Dus nou ja, dat geen probleem was. Welkom bij de schildklierwebinars van Schildklierorganisatie Nederland. Webinars over het leven met een schildklieraandoening. In elke aflevering spreken wij met zorgprofessionals of ervaringsdeskundigen. U krijgt betrouwbare informatie, interessante inzichten en praktische tips. Fijn dat u kijkt. Ik ben Marlies Moor, directeur van de Schildklierorganisatie Nederland. De patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening en hun naasten. Deze aflevering gaat over folliculaire en papillaire schildklierkanker. Mijn naam is Giselle Bleumink en ik ben internist-endocrinoloog in het Rijnstaten in Arnhem. Welkom bij deze webinar over papillair en folliculair schildkliercarcinoom. De schildklier is een vlindervormig orgaan van ongeveer 10 gram dat zich aan de onderzijde in de hals bevindt. Net onder het strottenhoofd en voor de luchtpijp. De schildklier bestaat uit 2 delen die we kwabben noemen. De schildklier die produceert schildklierhormoon. Hiervoor heeft het onder andere jodium nodig. De schildklier wordt aangestuurd door de hypofyse. Die maakt TSH, oftewel schildklierstimulerend hormoon, en dat is een orgaantje wat onder de hersenen hangt. De belangrijkste schildklierhormonen zijn T4 en T3 schildklierhormoon, thyroxine en triodotyronine. En schildklierhormonen hebben invloed op ongeveer alle processen in het lichaam. Ze zijn belangrijk voor de stofwisseling, groei en geestelijke ontwikkeling. Zonder schildklierhormoon gaat eigenlijk alles in een vertraagde film. Een schildklierknobbel, oftewel een schildkliernodus, is een weefselvermeerdering in de schildklier. Hoe vaak komt dat nou voor? Nou, ongeveer 3 tot 8% van de mensen heeft een schildklierknobbel die je kan voelen bij onderzoek van de hals. Meestal is er dan een afwijking van 1,5 centimeter of groter. Schildklierkanker is gelukkig erg zeldzaam. De voorafkans wordt op maximaal 5% geschat als je een schildklierknobbel kan voelen in de hals. Dus ruim 95% van deze knobbeltjes is goedaardig. Schildklierknobbels komen vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. En bij routine echografisch onderzoek kan je tot 20 tot 45% van de patiënten wel een schildklierknobbeltje vinden, ook als het om een andere reden is aangevraagd. En bij onderzoek van mensen die zijn overleden wordt zelfs tot de helft van de mensen wel schildklierknobbeltjes gevonden. In deze webinar zal ik u iets meer vertellen over schildklierkanker. We beginnen wel met schildklierknobbels. Zoals u ziet op deze dia kan een vergrote schildklier in veel verschillende gradaties voorkomen. Een vergroting van de schildklier wordt ook wel een struma of krop genoemd. De vergroting kan diffuus zijn, dus dan is de gehele schildklier vergroot. Maar kan ook sprake zijn van een enkelvoudige schildklierknobbel of meerdere knobbeltjes in de schildklier. En dat noemen we een multinodulair struma. De schildklier voelt dan heel onregelmatig aan. Er zijn verschillende soorten knobbels die we kunnen vinden in de schildklier. Bijvoorbeeld een kieste, dat is eigenlijk een holte gevuld met vocht. Er kan ook sprake zijn van een colloïdnodus,
Dat is een knobbel met een beetje sponsachtige samenstelling. En er kan sprake zijn van een solide nodus, ook wel vaste nodus genoemd. En die bestaat geheel uit weefsel. En bij een solide nodus is de kans dat er kanker in ontstaat wat groter dan bij bijvoorbeeld een colloïd nodus. En in de kiezen wordt eigenlijk zelden schildklierkanker aangetroffen. Veel mensen met schildklierknobbeltjes hebben hier helemaal geen klachten van. En als er wel klachten zijn, dan zijn dat meestal klachten van een druk op de hals of een brokgevoel in de keel, moeite met slikken en soms last van de toegenomen slijmvorming. Ook kan een piepende ademhaling of kortademigheid optreden en kunnen heesheidsklachten ontstaan. Meestal verandert de werking van de schildklier niet door schildklierknobbeltjes. Maar soms zijn er klachten die passen bij een overproductie aan schildklierhormoon, zoals gejaagdheid en hartkloppingen. Ook kunnen er klachten zijn van vermoeidheid, beven, gewichtsverlies en warmteintolerantie. Een vertraagde schildklierwerking is zeldzamer bij deze aandoening. Als een knobbeltje te veel schildklierhormoon maakt, dan noemen we dat een toxisch adenoom en bij meerdere knobbeltjes een toxisch struma. Een toxisch adenoom is eigenlijk bijna nooit kwaadaardig. Wat zijn nou alarmsymptomen waar wij als dokters op letten waarbij het risico op kanker in de schildklier groter is? Dat is als er sprake is van een snelle groei van de zwelling in de hals, het mannelijk geslacht, klachten van heesheid, wat komt door verminderde bewegelijkheid van de stembanden. Leeftijd onder de 20 of boven de 60 jaar zijn risicofactoren, vooral bij mannen. In de familie voorkomen van schildklierkanker. Als de schildklierknobbel heel erg vast aanvoelt of als het echt gefixeerd is aan de omgeving. Bij vergrote klieren in de hals en andere tekenen van uitzaaiingen, bijvoorbeeld skeletpijnklachten. Enkelvoudige knobbel heeft wat meer risico dan als er meerdere knobbeltjes zijn in de schildklier. En als mensen in het verleden bestraling hebben gehad of bloot zijn gesteld aan nucleaire middelen, hebben ze ook al wat meer risico op schildklierkanker. En wat we net ook al hebben gezegd, is een te snelle schildklier maakt de diagnose juist minder waarschijnlijk. Als we dan onderzoek gaan doen, dan maken we onderscheid tussen knobbeltjes die klachten geven of die je kan voelen. En dat noemen we ook wel klinisch manifeste knobbels. En knobbeltjes die bij toeval worden gevonden, op bijvoorbeeld een echo of een CT-scan die om een andere reden is verricht. Bij knobbeltjes die je kan voelen of die klachten geven, wordt eigenlijk altijd verder onderzoek ingezet. Knobbeltjes die bij toeval worden gevonden, op bijvoorbeeld een CT-scan, wordt niet routinematig verder onderzoek ingezet. Een uitzondering hierop vormt de PET-scan. Dat is een speciale scan waarbij met een radioactieve stof afwijkingen in het lichaam kunnen worden gevonden die duiden op ontsteking of kwaadaardige tumoren. Als er dan een knobbeltje wordt gevonden die PET-positief is, volgt meestal verder onderzoek. Tenzij bijvoorbeeld factoren van de patiënt aangeven dat dat niet nodig is. Bijvoorbeeld als er een slechte prognose is van de patiënt. Welk onderzoek wordt verder ingezet? Natuurlijk vragen we eerst naar klachten van de schildklierknobbel en de zwelling in de hals. En voelen we in de hals naar de schildklier en of er sprake is van vergrote lymfekliertjes. Daarnaast wordt altijd bloedonderzoek ingezet waarbij het hypofyse schildklierhormoon TSH wordt gemeten. En als dat verlaagd is, wordt ook een T4 schildklierhormoon gemeten om te kijken of er sprake is van een te snelle schildklierwerking. Dat maakt de kans op schildklierkanker veel minder waarschijnlijk. Hierna zal beeldvormend onderzoek worden gedaan, meestal in de vorm van een echo. Dat is een onderzoek wat gebruik maakt van geluidsgolven. En deze golven hoor je niet, maar door de weerkaatsing van de golven kan je organen en weefsel zichtbaar maken op een beeldscherm. Hier ziet u een voorbeeld op de dia van een echografie. Tijdens zo'n echografie kan ook een cytologische punctie worden gedaan. Hier kom ik in een volgende dia op terug. De persoon die de echo maakt kan gebruik maken van de ACR-TIRADS-classificatie. Dat is een systeem waarin schildklierknobbels worden beschreven op basis van kenmerken die op de echo worden gezien, zoals bijvoorbeeld de grootte en de vorm van de knobbel. En dat kan je dan weer gebruiken om adviezen te geven om wel of niet te prikken in een schildklierknobbel en of er verdere controle van die knobbel in de toekomst moet volgen. De klassificatie loopt van 1 tot en met 5 met een steeds hoger risico op het bestaan van schildklierkanker. En op deze dia ziet u een schatting van het risico op schildklierkanker per TIRADS-categorie. Let wel, dit zijn cijfers uit het buitenland, want in de Nederlandse situatie zijn deze cijfers nog niet bekend. Ook kan een nucleaire scan, een schildklierscintigrafie, worden aangevraagd.
Dit zal eigenlijk alleen worden aangevraagd als er sprake is van een teveel aan schildklierhormoon in het bloed. En de snel werkende knobbel kan je dan zien op deze scan als een hete nodus. Ook kan ervoor worden gekozen om een CT-scan te verrichten, vooral als we willen kijken of er sprake is van druk op de luchtpijp door de schildklierknobbels. Als het aangewezen is, zal verder onderzoek naar weefsel worden gedaan door middel van een cytologische punctie. Dat noemen we ook wel een FNA of fine needle aspiration. Hierbij wordt met behulp van het echo-onderzoek met een dunne holle naald in de schildklierknobbel geprikt en worden wat celletjes uit die knobbel opgezogen. De patholoog die onderzoekt het weggehaalde materiaal van de celletjes van de schildklier en hij of zij kijkt of er aanwijzingen zijn voor kankercellen. Niet altijd geeft deze punctie voldoende duidelijkheid. Als dat zo is, kan een herhaling van de punctie nodig zijn, een diagnostische operatie en heel soms doen we een schildklierbiopt met een wat dikkere naald. Uitslag is meestal na 1 week alweer bekend. De patholoog die maakt gebruik van dit onderzoek van de Bethesda-classificatie. En dat kan weer variëren van een Bethesda 1 tot en met een Bethesda 6. Bij een Bethesda 1 is er helaas onvoldoende materiaal opgezogen met de naald om een goede beoordeling te kunnen geven. En dat betekent dat de punctie nog een keertje opnieuw moet. Bij een Bethesda 2 wordt de uitslag goedaardig afgegeven, maar dan is er nog 2,5% kans op een kwaadaardigheid in de schildklier. Als er sprake is van Bethesda 6, dan zeggen we dat er zeker sprake is van schildklierkanker. Dan zijn er nog tussencategorieën van 3 tot met 5, van onbepaald tot verdacht voor schildklierkanker. Nou, ik zei al, bij een Bethesda 1 zal de punctie moeten worden herhaald. Dat doen we eigenlijk ook altijd bij een Bethesda 3 uitslag. Bij een herhaalde Bethesda 3 of bij een Bethesda 4 uitslag kan een PET-scan meer informatie geven over het risico op schildklierkanker en kan soms een operatie voorkomen worden. Hoe gaat de behandeling van de schildklierknobbel of knobbels verder in zijn werk? Nou, alle informatie die hiervoor vergaard is, daarmee zal de internist samen met de patiënt een behandelplan opstellen. Als er geen klachten zijn, een normale schildklierfunctie en als er geen aanwijzingen zijn of een heel laag risico is op schildklierkanker, zullen we een afwachtend beleid voeren waarbij of controle op basis van klachten wordt afgesproken of een controle-echo na enige tijd. En dat is weer afhankelijk van de informatie die daarvoor is verkregen. Als er sprake is van een te snel werkende schildklierknobbel, dan kan behandeling met reactief jodium, RFA-behandeling of medicijnen worden overwogen. En RFA staat voor radiofrequente ablatie. En dat is een behandeling waarbij de radioloog de knobbel met hitte kan vernietigen. Als er klachten zijn van lokale druk van de knobbel, zijn er ook weer mogelijkheden van behandeling met RFA, met operatie of met radioactief jodium. Als er verdenking is of als er bewezen schildklierkanker is, zal er vrijwel altijd een operatie volgen. Welkom in het Rijnstaten Ziekenhuis. Mijn naam is Wilma Koppenol. Ik ben endocrinologie consulent verpleegkundige hier in het Rijnstaten. De patiënten komen bij ons op de poli, meestal omdat ze doorgestuurd zijn door een huisarts. Zelfs hebben de patiënten thuis al ontdekt dat er een zwelling zit bij hun halsgebied. En gaan ze naar de huisarts toe om eerst te kijken wat is er aan de hand. En daarna worden ze doorgestuurd naar onze poli. Als er een patiënt bij mij komt, gaan wij eerst altijd vragen van wat zijn de klachten die u heeft bij de zwelling die aanwezig is. Tevens zullen wij ook gaan voelen aan de hals om te kijken, voelen wij zelf ook de bobbel die aanwezig is en voelen we hem ook meebewegen met de schildklier. Dus dan weten wij, hij zit echt aan de schildklier vast. We zullen dan naar aanleiding van het gesprek met de patiënt zullen wij de onderzoeken in gang zetten. Dat is onder andere bloedprikken, omdat we eigenlijk ook willen weten of de functie van de schildklier of die normaal blijft. Dat die niet verhoogd gaat of dat die te langzaam werkt. En tevens zullen wij ook een echo aanvragen. Omdat een echo is belangrijk, omdat we graag willen weten hoe groot is de nodus, wat zien de radiologen en moeten wij daar ook tevens een punctie in gaan laten plaatsvinden. Dit zullen we ook op het formulier schrijven of in de order aangeven naar de radioloog.
echo is er een grote nodus en de radioloog vindt het nodig om daar even in te prikken, zal dat ook gelijk gebeuren. We zijn hier op de afdeling radiologie. Mijn naam is Peter Veendrik, ik ben radioloog in Rijnstaten ziekenhuis. Patiënten worden naar ons toegestuurd, voornamelijk via de huisarts, als er een afwijking te voelen is in de hals. En ze ons vragen om daar een echo van te maken, om te kijken of dat gaat om een schildklieraandoening bijvoorbeeld. Wij maken dan een echo daarvan. Mochten daar dingen te zien zijn die verwijzing naar het ziekenhuis behoeven, dan geven we dat advies aan de huisarts. En dan wordt de patiënt verwezen vaak naar de internist hier in het ziekenhuis, die met het aandachtsgebied de schildklier, die heet de endocrinoloog. Die patiënten worden dan door de endocrinoloog gezien. Als er dan reden is om bijvoorbeeld een punctie te doen, zien wij de patiënt weer terug. Maken we nog een keer een echo, doen we een punctie in het afwijkende gebied en eventuele lymfeklieren die mogelijk aangedaan zijn. Dat materiaal sturen we dan op naar de patholoog en de patiënt gaat dan weer terug naar de internist om de uitslag te bespreken. Het kan ook zo zijn dat de schildklier al bewezen ziek is, dat daar schildklierkanker in zit. Dan vraagt de chirurg ons om goed in kaart te brengen welke lymfeklieren zien er normaal uit en welke zijn aangedaan. Dus welke lymfeklieren moeten worden weggenomen tijdens de operatie. En daar maken we dan een heel verslag van voor de chirurg in welke gebieden in de hals hij die lymfeklieren moet weghalen. En zo werken we eigenlijk samen met de verschillende specialismen om te zorgen dat zo goed mogelijk duidelijk is wat voor schildklieraandoening er speelt en welke, als het gaat om schildklierkanker, waar de ziekte zit en welke lymfeklieren bijvoorbeeld aangedaan zijn en wat de chirurg daarmee moet. Als de patiënt een schildklierknobbel heeft waarvoor verder onderzoek nodig is, dan komen ze via de internet vaak bij ons terecht om een prik te doen in die schildklierknobbel. En dat gaat dan om een cytologische punctie of fine needle aspiration. Wat we dan doen is met een heel dun verdovingsnaaltje eigenlijk prikken in de schildklier en om te proberen daar wat cellen op te zuigen. Op die manier kan dan de patholoog kijken naar de cellen en kan er hopelijk een diagnose gesteld worden om te kijken of het gaat om een goedaardige of om een kwaadaardige nodus. Misschien vraagt u zich af, is dat nou een hele pijnlijke prik? Wij horen van patiënten voornamelijk terug dat die prik eigenlijk heel goed te doen is. Het is een prik met een dunne naald, waarbij als je dat zou verdoven, de verdoving vaak veel pijnlijker is dan de prik die ik daarna zou doen. Dus doen we het over het algemeen zonder verdoving. En wij horen terug van patiënten dat echt goed te doen is. Dat ze daar een tweede keer vaak niet heel erg tegenop zien. Daarna komt u eigenlijk bij de arts terecht, bij de endocrinoloog. En van de endocrinoloog krijgt u dan te horen wat de uitkomst is van alle onderzoeken die gedaan zijn. Dat betekent, als het goedaardig is, zullen wij kijken of wij u eventueel RFA kunnen aanbieden en of u daarvoor in aanmerking komt. En wij zullen of een follow-up doen, dat we zeggen, nou, kom over 6 maanden nog een keertje terug. En maken we nog een keer een echo om te kijken of de groei heeft plaatsgevonden. Mocht het zo zijn dat u zelf al in 6 maanden vindt dat de nodus vergroot is, dan meldt u zich eerder bij ons op de poli. Dan kunnen we weer verder onderzoek gaan doen. Of eventueel dat we een operatie voorstellen. Maar dan moet de nodus wel zo groot zijn dat we dat met z'n allen achten om dat te doen. We doen hier in het ziekenhuis 2 soorten minimaal invasieve behandelingen bij schildklierknobbels hier op de afdeling radiologie. En dat betreft de RFA van schildklierknobbels, dus radiofrequente ablatie, waarbij we met verhitting van de knobbel zorgen dat die gaat krimpen. En we doen ethanolablatie van schildklierkiesten, waarbij we die kiesten spoelen met ethanol en daarvoor zorgen dat die gaat krimpen of soms zelfs helemaal verdwijnt. Voordat een operatie gestart wordt, is het altijd belangrijk om te weten of de juiste patiënt op de juiste plaats is. Daarom doen wij samen met de patiënt en het hele team de time-out. Dat wil zeggen dat we een vragenlijst doornemen met verschillende vragen over de ingreep en de conditie van de patiënt. Vervolgens wordt de patiënt gepositioneerd en in slaap gebracht door de anesthesist en een anesthesiemedewerker. De operatieassistent zorgt ervoor dat het operatiegebied steriel wordt door middel van alcohol.
Ondertussen zorgt het operatieteam ervoor dat zij zelf zo steriel mogelijk zijn door de handen te wassen en te desinfecteren met alcohol. We zien dat de chirurg een loopbril draagt om op deze manier een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van het operatiegebied. Daarnaast krijgen de chirurg en assistent een steriele jas en handschoenen aan en wordt de patiënt steriel afgedekt om ervoor te zorgen dat de kans op infecties geminimaliseerd wordt. Er wordt een incisie geplaatst van enkele centimeters net boven het sleutelbeen. Voor het opereren gebruiken wij verschillende instrumenten, zoals een schaar, pincet en klemmen. Maar ook apparaten die speciaal zijn ontworpen om met zo min mogelijk schade aan de patiënt te opereren. Om de schildklier te bereiken worden er eerst een aantal spieren vanaf geprepareerd waarna de schildklier vrijkomt en de belangrijke structuren vrijgelegd kunnen worden. De belangrijkste structuren om te sparen is als eerste de nervus recurrens, de zenuw die naar de stembanden loopt en zorgt voor een heldere stem. Als deze beschadigd raakt, dan wordt de patiënt tijdelijk of blijvend hees. Gelukkig is deze complicatie uiterst zeldzaam, omdat we altijd bij elke operatie actief op zoek gaan naar deze belangrijke zenuw. Andere belangrijke structuren om te sparen zijn de bijschildklieren, die zorgen voor de calciumhuishouding. Pas wanneer deze structuren gezien en gespaard zijn, kan de schildklier van de luchtpijp worden gescheiden en worden doorgenomen. Hierna wordt de schildklier opgestuurd naar de patholoog om het onder de microscoop te bekijken en op deze manier een definitieve diagnose te krijgen. Indien deze diagnose uitwijst dat er sprake is van een kwaadaardigheid, kan het nodig zijn dat we ook de andere helft van de schildklier weg moeten halen. Hierom plaatsen we een hechting om aan te duiden waar de schildklier de eerste operatie is doorgenomen, zodat we zeker weten dat we bij een eventuele tweede operatie alles weghalen. Als wij zeker weten dat er geen bloedingen in het operatiegebied zijn, hechten we de spieren weer terug en wordt de huid gesloten met oplosbare hechtingen. Vervolgens plakken wij het af met een pleister die de volgende dag eraf mag. De patiënt wordt daarna weer rustig wakker, heeft goede pijnstilling en gaat naar de uitslaapkamer. De familie wordt direct ingelicht door de chirurg hoe de operatie is verlopen. Ik ben Kirsten van der Kant, verpleegkundig consulent endocrinologie. Patiënten komen bij mij op de polykliniek en weten al als ze bij mij komen dat er sprake is van een kwaadaardige tumor van de schildklier. Wij houden wekelijks de operatielijsten als case manager in de gaten. Dus wij zien wanneer patiënten worden geopereerd. Dat volgen we ook. We bezoeken de patiënt een dag na de operatie ook op de afdeling om te horen hoe het gaat natuurlijk. En om te kijken of er al gestart is bijvoorbeeld met medicatie als dat nodig is. Bekijken we eigenlijk de hele route en zorgen we ervoor dat er ook afspraken worden gemaakt op onze polykliniek samen met de endocrinologen. Dan kan het zijn dat we een gecombineerd spreekuur hebben. Dat wil zeggen dat de patiënt bij de dokter komt en dat ik als case manager naast zit. En zo kunnen we het hele traject volgen. Bij een operatie kan of de helft van de schildklier worden verwijderd, een hemithyreoidectomie noemen we dat, of de hele schildklier worden verwijderd, dat noemen we een totale thyreoidectomie. Soms zullen ook de lymfkliertjes in de hals moeten worden verwijderd, dat noemen we een halsklierdissectie. De keuze van het soort operatie hangt van verschillende zaken af, zoals de grootte van de schildklierknobbel en ook van de voorafkans dat er sprake is van schildklierkanker. Belangrijk is dat de arts en de patiënt hierover samen beslissen en dat de patiënt beschikt over voldoende informatie om dit te kunnen doen. En hiervoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van de praatkaart. Na de operatie onderzoekt de patholoog weer het weggehaalde materiaal op de aanwezigheid van schildklierkanker. Er zijn meerdere soorten schildklierkanker. De meest voorkomende zijn papillaire en folliculaire schildklierkanker, waar deze webinar over gaat. Dat is 74 en 10% respectievelijk.
Andere zeldzamere soorten zijn medullaire, anaplastische en bijvoorbeeld Hürtelcel-kanker. De meest voorkomende schildklierkankersoorten worden goed gedifferentieerd genoemd. En dat betekent dat de schildkliercellen nog erg op gezonde cellen lijken. Meest voorkomend is papillaire schildklierkanker en die ontstaat in cellen die schildklierhormoon maken, de follicelcellen. Deze type kanker groeit over het algemeen langzaam. En de kans op uitzaaiing op afstand is heel erg klein. Wel zijn er vaak uitzaaiingen vlak in de buurt in de lymfeklieren. De folliculaire schildklierkanker lijkt heel erg op de papillaire schildklierkanker. Groeit ook over het algemeen langzaam. En het verschil is eigenlijk alleen onder de microscoop te zien. Deze schildklierkanker kan uitzaaiingen geven naar lymfeklieren, botten en longen, maar komen heel weinig voor. Schildklierkanker is een zeldzame aandoening. De cijfers van de Nederlandse kankerregistratie geven een stijging van de incidentie weer van 356 nieuwe patiënten met schildklierkarcinoom in 2001 tot 894 in 2022. De stijging van de incidentie, dus het aantal nieuwe patiënten per jaar, heeft waarschijnlijk ook te maken dat door meer diagnostiek ook meer nieuwe gevallen worden ontdekt. Over het algemeen is de overleving van patiënten met schildklierkanker relatief hoog. De vijfjaars relatieve overleving was 20 jaar geleden 70%, maar bedraagt hedendaags 80%. Alle patiënten worden besproken in een multidisciplinair overleg, ook wel MDO genoemd. Hieraan nemen alle specialismen deel die betrokken zijn bij de schildklierkankerzorg in het ziekenhuis. De internist, de chirurg, patholoog, radioloog en nucleair geneeskundige, de case manager, meestal een verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige, en de radiotherapeut. De zorg voor patiënten met schildklierkanker wordt bij voorkeur georganiseerd in regionale netwerken. Een samenwerkingsverband tussen professionele medische expertnetwerken en ziekenhuizen in de regio. Bij mensen met schildklierkanker wordt vrijwel altijd de schildklier of een deel van de schildklier verwijderd met een operatie. Het ligt onder andere aan de grootte van de tumor in de schildklier of de hele schildklier verwijderd moet worden. Bij sommige kleine tumoren is voldoende om de helft van de schildklier weg te halen. En soms moeten ook de lymfeklieren in de hals verwijderd worden, de halsklierdissectie. Nou, wat zijn mogelijke complicaties van de operatie? De operatie vindt plaats onder narcose. Dat geeft narcoserisico's. Belangrijk bij schildklieroperaties is dat er een beschadiging van de bijschildklieren kan optreden. Die zitten bij de schildklier, vandaar dat ze ook zo worden genoemd. En als deze bijschildklieren permanent beschadigd zijn, moet er levenslang kalk en actief vitamine D worden gebruikt. Andere complicaties kunnen beschadiging van de stembandzenuw zijn, klachten aan de nek en de schouder. En na een totale schildklieroperatie zullen mensen moeten worden ingesteld op schildklierhormoon. En soms ook na een halve schildklieroperatie. En dat kan enige tijd duren voordat dat goed ingesteld is. Nou, ongeveer na een totale schildklieroperatie, ongeveer 4 tot 6 weken daarna, wordt vaak een radioactief jodiumbehandeling gegeven. Radioactief jodium werkt alleen bij papillair en folliculaire schildklierkanker. En deze behandeling wordt gegeven om het risico op de terugkeer van kanker te verlagen, maar ook om uitzaaiingen te behandelen. Na de behandeling met radioactief jodium krijg je leefregels mee. Het is belangrijk dat de mensen om je heen niet te veel straling krijgen. En een van de leefregels is bijvoorbeeld dat je niet langdurig met je huisgenoot dicht bij elkaar mag zijn. En klachten na behandeling met radioactief jodium kunnen bestaan uit reuk- en smaakverandering, droge mond en gebitsproblemen. Heel soms krijg je ook bestraling bij schildklierkanker. Vaak wordt bestraling pas gegeven als andere behandelingen niet meer goed werken. En systeemtherapie, zoals bijvoorbeeld chemotherapie, wordt zeldzaam ingezet. Zwangerschap dient ontraden te worden bij een actief progressief schildklierkanker waarbij een behandelingsindicatie bestaat. Bij elke behandeling die volgt, hè, dus bij de chirurg, hè, het hele behandeltraject, daar heeft de patiënt elke keer een afspraak met de specialist die ook die behandeling uitvoert. Hè, dus dat betekent dat de patiënt bij de chirurg komt voor verhaal en uitleg van de operatie. De patiënt komt bij de nucleair geneeskundige voor de behandeling van de jodiumtherapie. Hè, want bij schildklierkanker wordt bijvoorbeeld geen chemokuur gegeven, maar radioactief jodium om schildkliercellen op te ruimen.
Tijdens het hele behandeltraject worden steeds afspraken tussendoor gemaakt bij ons of bij de endocrinoloog of in combinatie samen. Zo wordt de patiënt eigenlijk gevolgd tijdens een hele traject. U bent hier op de afdeling nucleaire geneeskunde en ik ben Femke Intsema, nucleair geneeskundige. Op deze afdeling daar geven we behandelingen met radioactieve therapieën, of we geven hier radioactieve behandelingen. U bent geopereerd aan de schildklier en de kans is groot dat u dan bij ons terechtkomt voor een behandeling met radioactief jodium. Het doel van de behandeling, ja, dat zijn eigenlijk meer doelen die deze behandeling heeft. Wat we als eerste eigenlijk graag willen is dat het laatste restje wat van de schildklier, wat nog in de hals achter kan zijn gebleven, dat het helemaal wordt verwijderd. En dat doen we met dat jodium. Het jodium is radioactief en dat gaat eigenlijk naar alle schildkliercellen in het lichaam die er nog zijn. En daar zorgt het ervoor dat die cellen afsterven. Door zo'n jodiumbehandeling te geven, verdwijnt dus ook het allerlaatste beetje schildklier uit de hals. En kunnen wij in de komende jaren heel goed controleren, ook door bloedwaardes af te nemen, om te kijken of die schildklierkanker dan ook wegblijft. Dat is eigenlijk het eerste doel van de behandeling. Maar het heeft meer doelen, zo'n behandeling. Als we namelijk zo'n behandeling geven met radioactief jodium, dan straalt dat radioactief jodium. En dat zorgt dus voor dat cellen afsterven, maar het geeft ook straling naar buiten. Een soort röntgenstraling. En die röntgenstraling die kunnen wij heel goed gebruiken om te kijken of er eventueel nog uitzaaiingen zijn van de schildklierkanker. Gelukkig is dat bij de meeste mensen niet zo, maar dat zou wel kunnen. En wat we dan doen is, een week na zo'n behandeling, dan maken we nog een scan. En op die scan doen we eigenlijk van het hele lichaam. Dan kunnen we zien of er ergens nog uitzaaiingen aanwezig zijn in het lichaam. Nou, dat is eigenlijk het tweede doel. Dus aan de ene kant willen we het helemaal weghalen in de hals. Tweede is kijken of er uitzaaiingen zijn. En als er nou uitzaaiingen zijn, dan worden die ook gelijk weer behandeld door het radioactieve jodium. Dus niet alleen verdwijnt de schildklierrest uit de hals, maar ook eventuele uitzaaiingen worden behandeld. Oké, hoe gaat zo'n behandeling dan in de praktijk? Wat we graag willen is dat eigenlijk alle schildkliercellen in het lichaam hongerig zijn voor jodium. Dus zoveel mogelijk jodium opnemen. Nou, dat kunnen we stimuleren door te zorgen dat het schildklierstimulerend hormoon, zoals we dat noemen, dat het hoog is in het lichaam. Dat kunnen we eigenlijk op twee manieren doen. Of we vragen of je een aantal weken je schildklierhormoon niet inneemt. Maar ja, dat kan ook best wel wat klachten geven. Dus als het even kan, proberen we dat te voorkomen. En dan geven we dat schildklierstimulerend hormoon door middel van twee injecties in de dagen voor de behandeling. Nou, dan zijn alle cellen dus extra hongerig voor voor het jodium, wat dan extra goed zijn werk kan doen. Dus dat is eigenlijk wat we doen in de dagen voor zo'n behandeling. Als je in het ziekenhuis komt, dan zorg je dat je nuchter bent, zodat het jodium extra goed wordt opgenomen in het lichaam. We zijn hier op een nucleaire therapieafdeling. Ja, waarom is het nou nodig dat je op deze afdeling bent? Dat komt omdat het om radioactieve stof gaat. En daar zijn we heel voorzichtig mee in Nederland en heel zorgvuldig. De lage dosis radioactiviteit, daarvan weten we eigenlijk dat het bijna nooit tot ziekte leidt. Dus mensen worden er niet ziek van. Het geeft eigenlijk weinig risico's. Maar toch, iedereen die eigenlijk die het niet nodig heeft als behandeling of voor diagnostiek, willen we eigenlijk zorgen dat die niet worden blootgesteld daaraan. En daarom zijn we dus hier op deze nucleaire kamer. Als jij zo'n jodiumbehandeling krijgt, dan word je dus zelf eigenlijk een beetje een soort röntgenbronnetje. Dus je straalt radioactieve straling uit. En daarnaast plas je ook een heleboel uit. Want al het jodium wat niet in het lichaam achterblijft, dat plas je uit. En dat is het overgrote deel. Dus de eerste paar uur na zo'n behandeling produceer je veel radioactieve urine en je bent heel radioactief. Nou, om te voorkomen dat andere mensen daarmee in aanraking komen, daarom ben je in deze kamer. En zijn ook de deuren van lood. En als iemand ook net een behandeling heeft gehad, zorgen we ook dat wij beschermende kleding aan hebben voor het geval je toch niet lekker bent geworden en de radioactiviteit op een bepaalde manier kan verspreiden. Als je dan naar huis gaat, en dat is hier, is dat eigenlijk nog dezelfde dag. Meestal, heel soms, dan moet je een nachtje blijven. Als je dan naar huis gaat, vragen we voornamelijk om afstand te houden van de mensen die bij je in huis wonen.
En we adviseren ook om niet naar voorstellingen te gaan of voetbalwedstrijden of overal, zeg maar, alle plaatsen waar je langere tijd dicht bij andere mensen staat, om die even te vermijden. En dit alles dus om te voorkomen dat mensen om je heen veel aan radioactieve straling worden blootgesteld. Niet dat we denken dat het echt schadelijk voor ze is, maar dat is echt puur om er zo veilig en zorgvuldig mee om te gaan. Als het gaat om straling zijn we eigenlijk extra voorzichtig bij kinderen. En daar gelden ook soms de afstandsregels ook zelfs ietsje langer voor. Omdat kinderen extra gevoelig zijn voor straling. En omdat die hebben hun hele leven nog voor zich. Dus ze weten eigenlijk niet op wat voor andere manieren die nog aan straling blootgesteld gaan worden. Ja, als het gaat om de behandeling met radioactief jodium zijn er gelukkig niet zo heel veel bijwerkingen. Er zijn er een paar en dat is dat behalve dat het jodium door schildkliercellen wordt opgenomen, kan het ook door speekselkliercellen worden opgenomen. Dus die kunnen in de dagen na zo'n jodiumbehandeling kan dat wat gevoelig zijn. Maar gelukkig komt dit bij de meeste mensen niet voor. Patiënten komen na een week na behandeling komen ze hier bij de gammacamera. En wordt er bij posttherapie behandeling wordt er dan een scan gemaakt. Om uit te sluiten of er geen uitzaaiingen zijn. We horen een beetje achtergrondgeluid, dat is normaal. Wat ook fijn is voor de patiënten, is ook om iets van muziek aan te hebben. We hebben hier een radio. Patiënten kunnen zelf ook iets van muziek meenemen. Of zelf een podcast luisteren. Het is vooral voor de patiënt belangrijk om zo comfortabel mogelijk te liggen. En ook zo stil mogelijk, zodat we een optimaal beeld kunnen creëren van de patiënt. Nou, nadat de totale schildklier is verwijderd en de reactief jodiumbehandeling moet worden gegeven, worden patiënten ingesteld op schildklierhormoon, ook wel levothyroxine. En in het begin zullen we vaak streven naar teveel aan schildklierhormoon, na een totale schildklieroperatie. Daardoor kunnen we het TSH, het hypofyse schildklierhormoon, verlagen. Dat geeft weer minder kans op het terugkomen van de schildklierkanker. De streefwaarde van dat TSH is weer afhankelijk van het risico dat de schildklierkanker terug kan komen en of de schildklierkanker nog steeds aanwezig is, ondanks de behandeling. En het verschilt per persoon hoeveel schildklierhormoon je daarvoor nodig hebt. En het kan dus even duren voordat je daar goed op bent ingesteld. En als de dosis niet goed is, kan je daar ook weer last van krijgen. Er zitten ook weer risico's aan het geven van een teveel schildklierhormoon, zoals botontkalking of een te snelle hartslag. Hier zal de arts indien mogelijk rekening mee houden. Als er geen aanwijzingen meer zijn voor schildklierkanker in het verloop van de controles, zal weer gestreefd worden naar een normale schildklierfunctie, maar dan wel met een TSH-waarde onder de 2. Dit is ook het geval bij patiënten die een gedeeltelijke schildklieroperatie ondergaan, dat we daar streven naar een normale schildklierfunctie. Mocht er behandeling nodig zijn met schildklierhormoon, wordt ook daar weer gestreefd naar een TSH-waarde onder de 2. Nou, na de behandelingen volgt een intensief controletraject door de internist, waarbij onder andere de schildklierfunctie wordt gecontroleerd om de schildklierfunctie goed in te regelen en ook de tumormarker thyroglobuline. En thyroglobuline wordt alleen door schildkliercellen gemaakt. En dan kan de arts ook zien aan de hoeveelheid thyroglobuline hoe de kanker zich ontwikkelt. Daarnaast zal echo-onderzoek volgen van de hals en soms is er een nieuwe nucleaire scan nodig, met eventueel een herhaling van de behandeling met radioactief jodium. En de controles zijn voor de meerderheid van de patiënten het meest intensief in het eerste jaar. Daarna volgen minder frequente controles. En bij veel patiënten kan de controle na 5 jaar uit het ziekenhuis worden beëindigd en kunnen patiënten worden terugverwezen naar de huisarts. Nazorg is voor ons als artsen een heel belangrijk punt, net als voor de patiënt. Het is een essentieel onderdeel van de individuele patiëntenzorg en heeft als doel de ziektelast te beperken door verbetering van kwaliteit van leven en verlenging van de levensduur. En in deze fase is natuurlijk ook een goede informatie voorzienen heel erg belangrijk. Patiënten kunnen last hebben van de lichamelijke, maar ook van psychische of sociale gevolgen van de kanker of de behandeling van de kanker. En dit kan eigenlijk al direct na de diagnose optreden. Tijdige erkenning, herkenning en behandeling van deze klachten en symptomen is dan ook van belang. Zorgverleners dienen ook te beseffen dat de ernst van deze klachten niet gerelateerd hoeft te zijn aan de gunstige prognose van schildklierkanker. Vaak is er ook angst bij de patiënt voor de controleafspraken. Dat moet men zich ook realiseren. Belangrijk is, maak het bespreekbaar.
zowel de arts als de patiënt. Het regelmatig signaleren van deze gevolgen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de lastmeter kan een hulpmiddel zijn. Net als gebruik maken van de praatkaart, lotgenotencontact via de patiëntenvereniging of de website kanker.nl. De behandelaar die zal zo nodig verwijzen naar speciale revalidatieprogramma's, psychologische of psycho-oncologische zorg of verwijzen naar de websites van de patiëntenvereniging voor lotgenotencontact. Een belangrijke rol in deze, maar ook in eerdere fases van de behandeling, is weggelegd voor de case manager. Dat is meestal een verpleegkundige die gespecialiseerd is in schildklierkanker en die laagdrempelig bereikbaar is voor vragen. En die het aanspreekpunt is voor de patiënt tijdens de gehele behandeling. En hierbij ben ik aan het eind gekomen van deze webinar. Bedankt voor uw aandacht. Ja, we hebben uiteraard een aantal vragen over folliculaire en papillaire schildklierkanker. Omdat het de meest voorkomende vormen van schildklierkanker zijn. Dat klopt, hè? Dat klopt, ja. Ja. Als mensen hier in het ziekenhuis komen, dan komen ze vaak omdat er een knobbel zit en waarmee ze naar de huisarts gaan. Dus via de huisarts komen ze bij u binnen. Dan zijn er verschillende soorten knobbels. Die heeft u in de presentatie al even toegelicht. Is de ene knobbel, komt die veel vaker voor dan de andere soort knobbel? Ja, dat vind ik een lastige vraag, want ik heb de epidemiologie niet helemaal in mijn hoofd zitten. Maar ja, eigenlijk komen alle soorten veel voor. Wat eigenlijk het belangrijkste is, dat ja, kiestes zijn eigenlijk holtes gevuld met vocht. En daar kunnen mensen veel last van hebben, maar daar is eigenlijk nooit schildklierkanker aan de orde. Dus dat zijn mensen die we vaak goed kunnen behandelen met bijvoorbeeld een ethanolablatie als ze daar last van hebben. De solide knobbels, die echt vooral uit weefsel bestaan, dat zijn de knobbels waar het meeste risico is op kwaadaardigheid in de schildklier. En waar de meeste van die puncties worden gedaan. Ethanolablatie, wat is dat precies? Ja, dat is eigenlijk een moeilijk woord voor alcohol. En ablatie is eigenlijk een soort wegvagen van de kiezen. En daarbij wordt vocht uit de kiezen gehaald en dan wordt er gespoeld met alcohol in de kiezen. En dan hoop je eigenlijk dat die vliesjes tegen elkaar gaan aanplakken, zodat de kiezen niet meer vol kan lopen met vocht. Aha. En dat mensen van de klachten af zijn. Dat wist ik niet, inderdaad. We hebben het gehad over risicofactoren, hè? Welke groep wellicht meer risico loopt. En dan wordt ook de mannen specifiek worden daar genoemd. Ja. Waarom is dat? Ja, volgens mij weten we dat eigenlijk niet zo goed. En ik denk zelf dat de kans dat mannen een knobbeltje hebben is kleiner dan dat vrouwen een knobbeltje hebben. Dus dat misschien daarom ook statistisch gezien de kans wat groter is dat je kanker vindt bij een man die een knobbeltje heeft. Ja, dus het komt minder voor bij de mannen, maar als het voorkomt is het risico weer wat groter dan het schildklierkanker is dan bij vrouwen. Ja. Ja, dan heb ik dat goed begrepen. Dan zag ik dat er bij de, als er een klinisch manifeste knobbel is, dan volgt er altijd onderzoek. Maar als een knobbel toevalligerwijze wordt gevonden, hoeft dat niet. Behalve als dat bij een PET of een CT-scan is. Ja, dat komt omdat je op een PET-scan, dat wordt eigenlijk gedaan bij patiënten die bijvoorbeeld al kanker hebben. Dus hun voorafkans op het bestaan van kanker in de schildklier is op zichzelf dus ook al hoger. En dat maakt dus dat die PET-positieve knobbeltjes, die hebben gewoon een hoger risico op kanker in de schildklier. Ja, dan zeggen wij van dan normaal gezien zou er meer onderzoek volgen of zelfs behandeling volgen. Gaat dat in overleg met de patiënt? Gaat altijd in overleg, wat mij betreft, altijd in overleg met de patiënt. Zeker bij zo'n PET-scan, ja, als daar een patiënt is met vergevorderde kanker, van bijvoorbeeld de borst of de longen of de botten, ja, moet je dan nog wel verder onderzoek inzetten of er ook sprake is van schildklierkanker, wat vaak een hele goede prognose heeft, zeker als het heel klein is. En ja, dan is de vraag, moet je dat dan nog wel behandelen? Want heeft de patiënt dan niet meer last van de behandeling dan dat het zo'n patiënt oplevert? Maar ik neem aan dat de patiënt de informatie altijd wel krijgt dat dit dan per ongeluk ook op de CT of PET-scan gevonden is. Wat mij staat dat buiten kijf. Dat is juist heel belangrijk om goede informatie te delen met de patiënt en samen die beslissing te nemen. Ook als je natuurlijk gezonde patiënt bent, zou je er ook bij bepaalde onderzoeken voor kunnen kiezen om het niet te doen en om andere afspraken daarover te maken. Ja, in dat verband werd ook de term incidentalo
genoemd. Ja, zeg ja, ik dat goed? Verder staat het niet in de presentatie. Niet gezet, maar bij toeval gevonden afwijkingen noemen we incidentalomen. Het is een incident, hè, bij toeval. We hadden het niet verwacht, maar toch gevonden. Ja. En als mensen daar geen klachten van hebben, van een knobbel die bij toeval wordt gevonden, ook dan kan je je afvragen, ja, moet je dan al die diagnostiek wel inzetten? Waarbij de kans heel klein is dat er schildklierkanker is, want het is een zeldzame ziekte. En knobbels komen gewoon heel veel voor. Ja. En of je nou schildklierkanker misschien in een wat latere fase ontdekt, ja, dat zal voor de overlevingskans niet uitmaken. Terwijl je misschien wel veel schade kan ondervinden door de behandeling door te gaan behandelen. Zelf, ja. Ja. Ja, want als we het even over die aantallen hebben, als ik het me goed herinner, zei u dat in 2001 er 300 zoveel patiënten waren met schildklierkanker. En in 2022 was dat gestegen naar 800. Ja, dat komt omdat het steeds makkelijker wordt natuurlijk om aanvullend onderzoek te doen. Ja. Dus er worden ook steeds meer knobbels gevonden. Nou, en doordat we nu ook nieuwe klassificaties hebben, wordt er ook steeds meer aandacht aan besteed, wat ook weer leidt tot overdiagnostiek. Ja. Als je vergelijkt met andere landen, zijn we in Nederland eigenlijk heel erg terughoudend. Gelukkig, denk ik, met dit onderzoek. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld landen in de Verenigde Staten of Zuid-Korea, ja, daar is die groei van nieuwe patiënten is nog veel steiler dan dat in Nederland is. Dus en dat komt dus omdat zij meteen tot onderzoek/behandeling overgaan. Dat ze veel meer diagnostiek en sneller onderzoek doen. Dan zal je ook veel vroege stadia van schildklierkanker vinden, waarbij soms dus de behandeling erger is dan de kwaal. Ja. Ja, en als je dan gaat kijken naar kwaliteit van leven, moet je je echt afvragen of dat nou bijdraagt. Zeker, en daarom is het ook zo lastig om cijfers in de Nederlandse bevolking te vergelijken met alle buitenlandse studies. Omdat we echt in Nederland daar wel anders in staan. Ja. Als we het hebben over de klassificaties, het gaat over die Bethesda 1 tot en met 6. Wordt in de presentatie ook uitgelegd, maar je hebt dan ook nog die ACR-TIRADS. Ja, en die is 1 tot en met 5. Ja. Ja. En wat is het verschil tussen die twee klassificatiesystemen? De ACR, ik zeg altijd maar op zijn Nederlands ACR-TIRADS, dat is eigenlijk in de Verenigde Staten ontwikkeld. Een klassificatie van echte echo, de kenmerken van een knobbel op de echo. Zitten er kalkspatjes in een knobbel? Hoe groot is die? Wat is de vorm? En er zijn heel veel verschillende van die klassificaties in de wereld ontwikkeld, zelfs een Europese. Bij Nederland gebruiken we toch vooral die Amerikaanse als ziekenhuizen die je op dit moment gebruiken. En daar kan je dus met steeds hogere klassificatie heb je steeds meer kans dat zo'n knobbel kwaadaardig is. En afhankelijk dan ook van de klassificatie en de grootte wordt dan geadviseerd om wel of niet te prikken. Of om alleen controle-echo's in de jaren daarna af te spreken. En als je dan gaat prikken, dan komt die Bethesda-klassificatie. Mm-hmm. Dat is van de pathologen een wereldwijde klassificatie. Dat is er gelukkig maar één die iedereen in de wereld gebruikt. En die gaat inderdaad van 1 tot 6, waarbij 1 is, ja, of in een kieste, hè, dan krijg je alleen vocht. Of we hebben onvoldoende celletjes. Tot 6, nou zeker kwaadaardig. Dan kan je op basis daarvan bepalen, moeten we wel of niet opereren. Wat wordt de volgende stap? Hoe groot moet die operatie worden? Ja, volledig. Volledig of alleen de helft ter diagnosestelling. Ja, ja, duidelijk. Nou las ik dat er soms ook gebruik wordt gemaakt van een CT-scan. Er wordt soms gebruik gemaakt van een schildklierscintigrafie, zeg ik dat goed? Ja. In welke gevallen wordt dat gebruikt? Ja, de scintigrafie, die gebruiken we, dat is een nucleaire scan. En door een beetje radioactief jodium of technetium te geven, kan je zien of een knobbel te veel schildklierhormoon maakt. En als dat zo is, dan weten we dat de kans op schildklierkanker echt heel klein is. Dus dan gaan we niet prikken. Dus eigenlijk doen we dat alleen bij mensen die te veel schildklierhormoon in hun bloed hebben, doen we die schildklierscintigrafie. Heel veel jaren geleden werd het ook gebruikt, toen de echo nog niet zo goed was, denk ik. Werd het vaker ingezet. En dan zeiden ze, nou, bij een koude knobbel zou je ook moeten prikken. Maar ja, eigenlijk was dat 50-50, dus dan kon je net zo goed een muntje opgooien om wel of niet te prikken. Dus daar zijn we gelukkig van afgestapt. En de CT-scan is niet zozeer in de diagnostiek naar schildklierkanker, maar is meer vaak toch bij goedaardige knobbels om te kijken, is er druk op de luchtpijp als mensen kortademigheidsklachten hebben. Dus dat geeft dan net iets meer reden om bijvoorbeeld wel voor een operatie te kiezen. En dat doen we vaak zonder contrast.
Want als je contrastmiddelen hebt gegeven, daar zit jodium in. Ja, en je wil nog radioactief jodium kunnen geven als nabehandeling. Ja, dan moet je weer maanden wachten voordat er überhaupt radioactief jodium kan worden gegeven. Omdat al dat jodium anders al in die schildklier zit en dat radioactieve er niet meer bij kan. Ja, want zo'n 4 tot 6 weken na de operatie volgt dan het jodium. Geldt dat voor alle patiënten? Ja, daar zijn we iets minder strikt in, denk ik, tegenwoordig. Omdat vroeger onttrokken we de mensen, dus kregen ze geen schildklierhormoon na de operatie. En als je geen schildklierhormoon gebruikt, gaat je T4 schildklierhormoon heel erg omlaag. Gaat je TSH uit de hypofyse de lucht in. En dat zorgt ervoor dat als je reactief jodium geeft, heel veel jodium gaat opnemen in je schildklier. Omdat je jodium nodig hebt om schildklierhormoon aan te maken. Mm-hmm. Nou, tegenwoordig geven we bij de meeste mensen tyrogen. Dat is een middel wat wordt geïnjecteerd. En dat doet eigenlijk hetzelfde op je TSH. Die zorgt dat de TSH heel erg omhoog gaat. Maar dan kan je eigenlijk gewoon schildklierhormoon blijven slikken. Zodat ook de klachten van het onttrekken er niet meer niet zijn. Dus dat is veel patiëntvriendelijker. Ja. Die 4 tot 6 weken is meer van ja, als je gaat onttrekken, als je na de operatie niet start, na 4 weken heb je eigenlijk geen schildklierhormoon meer. Dus ja, dan nog langer is het natuurlijk ook niet zo. Niet heel, geen goed plan. Nee. Met die tyrogen heb je wat meer ruimte voor het plannen. Ja, duidelijk. We hebben het over heel veel verschillende behandelingen, of eigenlijk vooral in het eerste stadium veel keuzes. Hè? Soms toch nog wat afwachten. We hebben het gehad over uiteraard bij een kwaadaardigheid het verwijderen half of een hele schildklier. Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen dat mensen, als er een goedaardige knobbel zit, toch besluiten deze te laten verwijderen. Dat kan dat zijn omdat het op de luchtpijp drukt? Wat zijn nog andere... Ja, dus luchtpijpdruk, mensen kunnen bijvoorbeeld slikklachten hebben, hè, omdat je slokdarm zit ook achter de schildklier. Dus vaak begint het met klachten van, nou, er zit wat in de weg, globusgevoel noemen we dat, kropgevoel. Mm-hmm. Maar als het nog wat groter wordt, druk op de slokdarm, dan kan het vaste voedsel bijvoorbeeld niet meer goed zakken. En mensen kunnen bijvoorbeeld een piepende inademing, een stridor krijgen door druk op de luchtpijp. Dus dat zijn allemaal redenen. Vaak zijn die klachten ook houdingsafhankelijk. Hè? Als je gewoon zo zit, heb je nergens last van. Maar als je gaat liggen en de druk komt erop, of als mensen voorover buigen, dat zijn echt wel hele klassieke verhalen die we horen. Yeah. En soms hebben mensen helemaal geen klachten. En dan denk je, nou, met zo'n struma bijvoorbeeld. Nu is het mogelijk. En dan na de operatie, dan komen ze helemaal blij binnen. Ik heb zoveel lucht, dokter. Yeah. Maar dat is omdat het vaak zo langzaam ontstaat. Ja, dus je pas je aan. En dan heb je het niet zo in de gaten. Nee. Huidige tijd kunnen we, vroeger moest iedereen geopereerd worden, maar nu hebben we, als het echt om één knobbel bijvoorbeeld gaat die druk geeft, hebben we ook bijvoorbeeld zo'n RFA-mogelijkheid, wat natuurlijk veel minder risico geeft op complicaties wat een operatie meer geeft. Ja, en wat doe je precies met de RFA? Dan geeft de radioloog, het wordt wel lokaal verdoofd, maar die zorgt dan dat er hitte in die knobbel wordt toegebracht op meerdere plekken, waardoor in de loop van de tijd daarna die knobbel steeds kleiner wordt. En als die kleiner wordt, is de druk van de ketel. Ja. Dus daar zien we eigenlijk wel hele goede resultaten mee. Ja. Ja. En voor de patiënt denk ik prettiger ook. Mensen vinden het altijd een beetje spannend, hè? Want ze zijn in ieder geval in ons centrum erbij. Het gaat niet onder narcose, niet onder, het is echt lokale verdoving. Ja. Dus mensen vinden dat in het begin eigenlijk altijd heel spannend. Maar achteraf hoor je dat het allemaal reus is meegevallen. Ja. Maar het is natuurlijk wel, je ligt daar in een ongemakkelijke houding en er komt iemand met een naald bij je hals. Dus ik kan me voorstellen dat je dat van tevoren een beetje spannend vindt. Maar een radioloog neemt je daar ook helemaal in mee, wordt ook continu met je gepraat en dat je ook dingen goed kan aangeven. Ja, want die informatievoorziening blijkt uit ook alle onderzoeken die wij doen. Elke keer weer blijkt weer dat die patiënt wil goede informatie hebben. Ja. Dat neemt natuurlijk al heel veel angst weg als je precies weet wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En als je ook betrokken bent bij de keuze van die behandelingen. Ja. Ik hoor ook vrij veel patiënten nog over heesheid. Dat kan natuurlijk na de operatie. Mm-hmm. Soms trekt dat ook wel weer een beetje weg. Is dat herkenbaar? Ja, zeker. En we weten ook dat het een risicofactor is voor het hebben van schildklierkanker. Want dat hoor je vaker, heesheid, door druk op de stembandzenuw dan bijvoorbeeld bij gewoon een knobbeltjesstruma. Als mensen die klachten hebben, dan wil ik ook altijd voor de operatie of voor een RFA-behandeling dat onze keelneusoorarts heeft gekeken hoe de stembanden zijn. Want je kan natuurlijk ook heesheidsklachten hebben door een polyp. Andere redenen, Door reflux van maagzuur.
Mensen met een te traag schildklier kunnen daardoor ook hees zijn. Dus je wil even van tevoren weten van, nou, hoe is het? Ja, en is dit de reden? Is dit de reden? Kan ik het daarmee oplossen? Zeker, dat, want als na de operatie ontstaat, dan weet je ook hoe was het daarvoor als mensen al klachten hadden. Ja, en hetzelfde wat we in onze besloten Facebookgroepen ook terugkrijgen is voor de speekselklieren, dat die minder werken, dus droge mond. Ja, naar radioactief jodiumbehandeling. Ja, dat horen wij natuurlijk in de spreekkamer, maar heel weinig. Want mensen dat toch niet zo makkelijk, denk ik, uit zichzelf zeggen. Nee. Maar radioactief jodium wordt in de schildklier opgenomen, maar ook in je speekselklieren. Dat is ook de reden dat de nucleair geneeskundige altijd mensen aanraden om zuurtjes, de ouderwetse zuurtjes, mee te nemen en te zuigen. Voor de speekselvorming. Ja, met je speekselvorming. Okay. Dan gaat ook sneller die radioactief jodium weer uit de speekselklieren weg. Maar ja, bij schildklierkanker zijn wel hogere doseringen nodig dan bijvoorbeeld bij de ziekte van Graves of een toxisch knobbel. En soms ook meerdere malen radioactief jodium. Dus ja, ik denk dat het toch wel vaker voorkomt dan dat wij... Dat is op dit moment nog niet echt helemaal te voorkomen. Nou ja, dat is het enige wat je zelf kan doen, is die speekselvloed op gang zuurtjes, brengen. Zuurtjes sabbelen. Voor zover ik weet, ja. Ja. En natuurlijk radioactief jodium beperken waar het niet nodig is. Ja. Verwacht je ook in de toekomst, als we kijken naar alle onderzoeken die lopen, dat ook gaat afnemen? Het aantal behandelingen met radioactief jodium, ja zeker. Wij zijn wat dat betreft daar weer agressiever in dan andere landen in Europa ook, denk ik, maar zeker Verenigde Staten. Dat wij veel meer gewend zijn om mensen met radioactief jodium te behandelen. Maar daar, net als dat we met operaties, wat we noemen aan het de-escaleren zijn, dus steeds minder proberen over te behandelen, gaan we dat met radioactief jodium ook steeds meer doen. En wat we ook gaan zien in de toekomst is dat veel meer mensen een halve schildklieroperatie en niet een hele gaan krijgen. Ja. En na een halve wordt al sowieso geen radioactief jodium gegeven. Nee. Ook al omdat je dan, dat gaat dan puur allemaal in die schildklier zitten die nog groot aanwezig is. Dus en die moet gewoon zijn werk weer gaan oppakken. Want als die halve schildklier het goed oppakt, hoef je ook geen levertiroxine bij te slikken. Meestal niet, maar soms wel. En de getallen daarover variëren volgens mij van heel weinig tot heel veel. Ja. In mijn beleving heeft de meerderheid van de patiënten na een halve schildklieroperatie geen schildklierhormoon nodig. Okay. En dan streven we dus ook niet naar een TSH onder de 2. En als je dan een TSH hebt van 4, dat ook goed. Ja, dan gelden andere waarden. Over waarde gesproken, we hadden het straks ook over een tumormarker. Wat betekent dat precies? Ja, dat is de thyroglobuline. We korten het altijd af als TG, want dat kunnen we wat makkelijker uitspreken. Ja. En dat wordt eigenlijk alleen door schildkliercelletjes gemaakt. Dus als je TG hebt, moeten er schildkliercellen zijn. Dat wil dus niet zeggen dat het schildklierkankercellen zijn. Want iemand met een schildklier heeft thyroglobuline. En mensen die bijvoorbeeld een vergrote schildklier hebben, zullen ook meer thyroglobuline hebben. Dus struma's zullen ook wat hoger vaak in de thyroglobuline zitten. Ja, maar als je bijvoorbeeld je hele schildklier kwijt bent en ook nog eens radioactief jodium hebt gekregen, dan zou je in principe geen TG meer te moeten hebben. Ja. En dan kan je dat vervolgen. En als dat dan inderdaad heel laag blijft, dat is iets waar wij dan op varen. Kunnen varen. Ja. Dan hoor ik in de gesprekken op de losgenoten bijeenkomsten ook wel over het verwijderen van lymfeklieren in de hals. Komt dat veel voor en betekent dat, want dan denk ik, betekent dat je uitzaaiingen in je lymfeklieren hebt. Is dat dan ook een veel groter risico op uitzaaiingen? Hoe werkt dat? We zien vooral die lymfeklieruitzaaiingen bij die papillaire type schildklierkanker. En die blijven eigenlijk vaak toch echt beperkt tot de hals. Het is natuurlijk vervelend als je het hebt, want dat maakt dat een ingreep ook groter wordt met weer meer risico op klachten na zo'n ingreep. Ja. Maar is nog steeds heel goed te behandelen met een hele gunstige prognose, dus een goede overleving. En dat weet je omdat je van tevoren een echo hebt van de hals waar ook specifiek naar die lymfeklieren wordt gekeken. Ja, en komt het veel voor? Natuurlijk altijd te veel. Ik denk dat het in de toekomst bij schildklierkanker relatief vaker gaat voorkomen omdat we de mensen steeds minder gaan overbehandelen. Dus dat we ook steeds minder mensen uiteindelijk gaan behandelen. Dus dan zou je relatief ook meer lymfeklieruitzaaiingen zien. Ja. Maar dat is natuurlijk net als dat schildklierkanker een zeldzame ziekte is dat ook met de lymfeklieren. Ja, dat begrijp ik. Dan hadden we het ook nog over als je te veel schildklierhormoon krijgt, dat kan leiden tot botontkalking.
tot nog meer klachten. En dan vroeg ik me af, als je dan je medicatie, als die bijgesteld wordt, of die, ja, wat er in die botten is ontkalkt, dat zal niet meteen aangroeien, maar dan herstelt zich dat wel? Ja, dan, het is echt puur die teveel aan schildklierhormoon wat op dat moment die schade doet, dat je meer bot gaat afbreken. Ja. Dus vandaar dat we die periode van overbehandeling, zo moet je het zien, of ja, overbehandeling, je doet dat op dat moment omdat we weten dat TSH ook schildklierkankercellen stimuleert. Mm-hmm. Dan wil je dat zo laag mogelijk hebben. Maar die periode wil je ook zo kort mogelijk hebben. Dus als we weten van nou, schildklierkanker is weg, dan gaan we ook zo snel mogelijk weer naar een streefwaarde die binnen de normale waardes van schildklierfunctie zit. Ja, en dan herstelt. En dan is dat risico inderdaad weer hersteld. Ja. Ja, als we praten over alles wat er gebeurt na de operatie, ook het hele nazorgtraject. Hoe gaat dat hier na de operatie dan? Want de operatie, daar moet ik altijd even goed over nadenken. Want de patiënt wordt behandeld door de internist en de endocrinoloog. Maar wordt hier geopereerd door de oncologisch chirurg. Klopt, ja. Vervolgens doet de oncologisch chirurg de eerste controle, volgens mij, de dag na de operatie. Als ik het goed heb. Ja, de patiënten zijn op de afdeling chirurgie. In ons ziekenhuis is het hele traject wordt ook begeleid door de case manager. Dat is denk ik niet helemaal in elk ziekenhuis hetzelfde. Omdat, zouden wij wel graag willen? Ja, we hebben het gelukkig wel. Ja. Want case manager is vaak van de interne geneeskunde en dan heb je weer een aparte van de chirurgie. Maar bij ons is het zo dat onze case managers, ja, die zijn van de interne geneeskundepoli, maar die komen ook op de afdeling chirurgie. Dus die zijn eigenlijk continu het aanspreekpunt voor de patiënt. Dus we zeggen ook van nou hier in dit ziekenhuis heeft de interne geneeskunde de regie. Natuurlijk, als er een vraag is over de operatie, moeten we wel doorverwijzen naar, want wij oncologie, kunnen dat niet alle vragen beantwoorden. Ja. Maar we zeggen wel, ja, als het niet goed loopt, kom weer terug bij ons. Gaan wij er zelf ook achteraan. Ja. En dus zo hou je wel het aanspreekpunt bij die case manager. Ja. En op de afdeling zijn, we hebben natuurlijk als team ook de afspraken gemaakt. Wie doet wat en wat gebeurt er nou precies in die nazorgcontroles. Ja. Ja. En dat zijn verpleegkundigen consulenten, begrijp ik nu? Gespecialiseerd verpleegkundigen die specifiek op onder andere schildklierkanker zijn opgeleid, die dat doen. Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel prettig voor een patiënt. Ze hebben hier ook specifieke tijd gereserveerd per dag, voor puur alleen dit. Naast de gewone spreekuurtijden die ze hebben. Dus we hebben elke dag, in ieder geval één van onze verpleegkundigen is ook case manager, zeg maar, en heeft daar ook een stuk in de spreekuur voor ingeruimd. Ja. En begreep ik dat ze altijd via 06-nummer bereikbaar zijn voor vragen. Ja, nou dat lijkt me een heel mooi iets om mee af te sluiten. Heel goed. Dankjewel. Ja, nou graag gedaan. Als ik dan nu wel eens hoor van ziekenhuizen die een gespecialiseerde verpleegkundige hebben voor mensen met schildklierkanker of endocrine aandoeningen, dan ben ik daar best wel jaloers op. Dat ik denk, oh, dat had ik ook wel graag gewild. Wat ik zou willen zeggen, of nog wil zeggen, is dat het inderdaad leven na schildklierkanker is er zeker. Het is heel belangrijk dat je gewoon veel informatie, goede informatie krijgt, dat vooral. En dat je het niet zelf hoeft uit te zoeken. En dat je de juiste handreikingen krijgt om hulp in te roepen. Dat zou mensen heel erg helpen. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Informatie meteen vanaf het begin, duidelijke informatie waar je wat aan hebt. En voor de artsen, het zal lang niet voor iedere arts gelden, maar heel graag niet alleen letten op de waardes van de bloeduitslagen, maar ook letten op de mens die achter die waardes zit. Ja, luister naar de patiënt. Ja. Die weet toch zelf het beste hoe die zich voelt. Precies. Ik ben het er niet eens.